Hi, goeiedag. Ik heb er iets nieuws aan. Dit is een jurk. Echt tot de enkels. Met knoopjes. Zo. Maar ik hou er altijd van als het iets open staat. En het is een soort overhemdblouse-achtige jurk. Maar dan nog wel met een soort geroes. In roze en wit. Nou, hartstikke leuk. We gaan iets nieuws proberen. Een nieuw merk. Voor mij tenminste. Ik heb er niet een full face van. En dat komt omdat Boozy Shop dat gewoon niet had. Ja. Dus. Ik heb een aantal dingen ervan gekocht. En dat wilde ik met jullie delen. En samen gaan proberen. Mijn bril. Als eerste had ik deze W7, want daar gaat het over. Good morning glow with hyaluronic acid en Centella Asiatica extract. Dit is een dagcreme in een pompje. Wat ik wel wil vertellen, dat overal alcohol in zit. Dus ben je daar gevoelig voor? Ik ga eerst even iets leuks laten zien. We gaan eerst de nuttige dingen doen. Dan heb ik de Watermelon Wave with Hyaluronic Acid, Watermelon Extract en Vitamine E. Dat is de Hydro Glow Moisturizer. Dat is deze. En dit is volgens mij een dupe van die van Glow Recipe. Heet dat zo? Die heb ik niet, dus dat weet ik ook niet. Ik heb wel mijn serum op. Oh, het voelt heel waterig. Heel dun. Ja, het ruikt naar meloen. Of het echt watermeloen is, weet ik niet, maar... Ja, meloen. Oké. Ik weet niet wat het doet. Ik heb mijn hyaluronzuur eronder zitten. Sorry, ik word even gebeld. Die druk even weg. Ik moet zeggen, het voelt heel fijn. Het ziet er echt uit als een crème, maar het voelt heel dun op de huid. En het plakt ook een beetje. En het plakt ook een beetje. Vervolgens had ik wat nagellakjes gekocht. En dan ga ik jullie al de kleuren vertellen. Ik ben het meest dol op deze kleur. Dat was deze. Dit is de Nail Polish Matte. En dit is de kleur Smitten. Dan heb ik de kleur Good Move. Dat is volgens mij deze. Het is allemaal mat, want ik hou ervan. Dan heb ik de kleur Runs Deep. Dat is een soort grijzige kleur. En dan heb ik de kleur Beige. En die had ik al. Die heb ik een week in huis. Die heb ik niet samen besteld. En die zal ik heel even ook erbij opdoen. Er zit een haar aan mijn hand. Zo. Dit is de kleur beige. Deze, ik vind het zo mooi. Ik ben zo verliefd op die kleur. Goed. Dan heb ik... Ik doe iedere keer mijn bril af, maar ik kan hem beter gewoon ophouden. Maar als ik dan ga bewegen, dan zie ik... Nee, het is echt een leesbril, zeg maar. Dan heb ik de Grapefruit Overnight Lip Mask. Dit is natuurlijk gewoon een dupe van die van Laneige. Er zit zo'n houdertje op. En dan is dit het product. Je ziet, ik heb hem heel even geswatcht. Het is heel zacht. Zie je dat? Het is heel zacht.
Ja. Ja, het ruikt ook echt naar grapefruit. Het voelt fijn, het voelt dikker, een beetje vaseline-achtig. Ja. Ja, niks mis mee. Wat heb ik dan nog meer? Dan heb ik nog een masker gekocht. Dit is de Vitamin Glow Face Mask. Skin Brightening Face Mask met vitamine C, peony extract en vitamine E. En dat ziet er zo uit. En die is nog helemaal dicht. Dus die gaan we ook gebruiken. Niet nu, maar die gaan we wel gebruiken. Ik heb een puff besteld. Die gaan we straks gebruiken. Ik heb een, ja, press and conceal hair powder in donkerblond. Maar die is ook voor je wenkbrauwen. Dus die gaan we gebruiken. Dan heb ik een vitamine C fixing spray gekocht. Die kunnen we gebruiken. Ik heb een lippenstift gekocht. Dit is de Full Time. Zo'n dubbelzijdige. Ik heb een blush gekocht. En ik heb de Peachy Clean Make-up Remover en Cleansing Balm gekocht. Dus die ga ik ook proberen. Niet in deze film. Deze video, maar die ga ik wel proberen. En dan heb ik nog de Lumina. En dan heb ik de versie Radiant. Dat is de lichtste volgens mij. Die kennen we. En ik heb de Snow Flawless Miracle Moisture. Dit is de Miracle Moisture Priming Putty. En dan dacht ik met. Truffel zit erin volgens mij. Dit is dus niet pore refining, denk ik. Maar dit is moisturizing. Oké, het is heel dik en het smeert niet geweldig uit. Oh, het blurt ook nog. Ik zit helemaal onder. Ja, het blurt ook nog wel hoor. Ja, ik weet niet. Eigenlijk niet zozeer voor het blurren. Maar ik ging eigenlijk meer aan op de moisturizing putty, zeg maar. Deze gaan we als highlighter gebruiken zometeen. Ja, die is er ook. Ik heb geen. Ze hadden geen basisproducten bij Boozy Shop. Dit is alles. Ja, wat er zit nog wel wat in, maar dat heb ik niet van W7. Wat ik al een keer had besteld. Ja, dat komt allemaal zo meteen wel. Ja. Ik ga even zoek, zoek, zoek. Ik gebruik even de concealer van de Kruidvat. Zo. En zullen we dan ook de skin tint van de Kruidvat gebruiken?
Deze vind ik over het algemeen echt heel fijn. Zo. Mijn kwast. Ik had ook even op de W7-site gekeken. En daar hebben ze dus wel een heleboel basisproducten hoor. Maar ja, de Boost Shop heeft dat gewoon niet. Nou, vind ik dat niet zo erg, want ik heb genoeg om te proberen weer. Zo, en wat ik dan altijd doe is even met een sponsje eroverheen. Dan halen we, als er lijnen zijn, halen we die weg. En zeg maar, dit neemt het overtollige. Het ziet er gelijk een stuk beter uit. Vind ik. Mijn mening, hè? En iedereen heeft recht op zijn mening. Goed. We gaan eraan beginnen. De W7 Cheeky Dip Contour. Dat ziet er zo uit. Die heb ik. Dit staat erop. Cheeky dip. Het is niet glad. Grappig. Dat is met zo'n ding. Dat doet me denken aan dat van Shein. En hij is heel grijs. Ik vind dat niet erg persoonlijk. Maar als je dat wel erg vindt, dan moet je een andere kleur kopen. Kijk, als hier je jukbeen begint, leg hem dan altijd iets er meer erop. Oh, dat is dan iets anders, maar goed. Want, ja, ik heb een redelijk lang gezicht. Dus ik probeer eigenlijk altijd een beetje dat te doorbreken. Ik lift namelijk ook nooit echt naar boven. Omdat ik al een lang gezicht heb. Dus ik probeer het eigenlijk in de lengte, in de breedte wat breder te maken, zeg maar. En met de contour creëer je schaduw. Dus dan haal je ook iets meer van dat kwapje weg, zeg maar. Goed, de contour. Dan hebben we natuurlijk daarvan ook een blush. De Cheeky Dip Blush. Ik ga nog één keer mijn bril opzetten. De contour was de kleur Shadow. Nou ja, dat ga je ermee creëren. Dat is ook wel logisch. En dit is de kleur Lustful. Nogmaals, alles bij de Boozy Shop te koop.
Leuk, hè? Mooie kleurtjes, absoluut. Dan nemen we de Lumina. Dit is natuurlijk gewoon, hè? En doe ik even hier zo een stippie. Ja, geef wel een mooie glow, hoor. Ik denk dat dit, zeg maar, als primer ook wel te doen is. Maar ja, ik had nu die andere gebruikt. En van deze heb ik er nog meer, hoor. Want ik heb die van Revolution. En ik heb die van Elf. En ik heb die van Catrice. Ik hou ervan. Waar is die? Oh ja, daar. En ik heb een mini van Charlotte Tilbury. Goed. Ik ga de puff uitpakken. Het is een puffje. Een gewone puff. En dan heb ik van W7 de pink powder. Dus dan doe ik de deksel eraf en dan... Het is een hele dunne poeder en het stuift alle kanten op. En ik hou van roze poeder. Er zit weer zo'n smutsje in mijn oog. Zo. Normaal gebruik ik nu die van Revolution. Deze is meer... velvet. En minder hard gevuld, zeg maar. Zachter dan deze. Deze lijkt net op zo'n... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Deze is zachter. Maar is prima, hoor. En dan gaan we... Even de rest zetten. Ik moet zeggen, die lipmask, die zit nog steeds goed op mijn lip, hoor. Die echt. Hij zet het echt heel goed. Hij zet het echt heel goed. Mijn gezicht voelt gewoon droog, maar niet naar droog. Het heet de Pink Blur. En dat doet het ook echt. Ik heb een beetje gemorst. Het doet echt blurren. Ja. Ja. Dan heb ik een blush. Niet dat ik dat nodig heb. Want je ziet hem echt nog wel zitten. Maar dit is de Blush Rebel. Blush Rebel. En dit is de kleur Striptease. En dat is een neutrale kleur. Want daar hou ik van. Oh. Oké. Voorzichtig. Dit is een kleine poederkwast. Tenminste, daar gebruik ik hem voor. Maar... Wow. Eén dipje is genoeg. Ik gebruik even nog mijn grote kwast. Kijken of er nog een klein beetje... Ja. Poeder op zat. Ja. Heel gepigmenteerd. Goed.
de Press and Conceal. Ik heb de kleur Dark Blond. Het is goud. En je draait hem open en dan is dit de kleur. De kleur is echt dark blond. Nou heb ik hier een schabloontje. Oh, sorry, maar dit is echt heel heftig. Dit is echt heel heftig. Nee. Oh, dit is echt veel te donker. Ja, het is dus de bedoeling dat je daarmee ook je haar zo kan intippen. Oh, ik weet het niet. Hier gaan we even. Dit ga ik even proberen een beetje weg te halen. En dan gaan we proberen met een kwastje. De kleur is namelijk wel heel goed. Zo. En doen we even. Zo. En nog even met de poederkwast eroverheen. Zo. Ja, wow. Ja, dat viel even tegen. Oké. Ik ga even dit kwastje pakken. Die vind ik altijd een heel fijn ding. En dan doe ik dat zo even op de stempel. De poeder zit hier, dus daar kun je ook gewoon zo in. Maar dat is dan wel weer heel erg heftig, zoals je ziet. En ik ben me ervan bewust dat die op camera rooier overkomt dan dat die in het echt is, hoor. Oké, zo werkt het dus wel. Wat vind ik ervan? Ja, misschien is hij echt wel een beetje te rood. Klein beetje mijn wenkbrauwen verlengen. Maar ik moet zeggen, het ziet er in het echt, echt minder rood uit dan op camera. Wat natuurlijk al heel apartig is. Sorry, ik gooi echt mijn spiegel om en daar staat allerlei spul op, dus alles vliegt me om de oren. Ik ga het toch nog heel even proberen met mijn wow-stick. Jullie staan nu ook scheef. Even kijken of ik een klein beetje de kleur kan kalmeren. Ik moet zo meteen nog weg, dus het moet wel een beetje knap uitzien. Oké, het is in het echt echt minder rood dan het op camera lijkt. En minder heftig wel. Maar het zou dus bedoeld zijn bijvoorbeeld voor... Nou, ik heb hier bijvoorbeeld dun haar.
Maar dit is veel rooier dan mijn eigen haar. Ja, ik weet het niet. Die kleur is het gewoon niet. De kleur is het gewoon niet. Nee. Het lijkt op camera echt een heel apart gezicht. Zal ik het afhalen? Ik ga even de fixing spray proberen. Nou, dat valt mee. Dus een hele kunstmatige citrusgeur die eraan zit. Oké, maar mijn gezicht ziet er niet heel overdreven glowy uit of zo. Maar gewoon gezond. Gewoon, ja, oké. Dan gaan we de lippenstift proberen. En dit is de kleur. Dit is de kleur. Fulltime Stay On Lip Color. Sip happens. Niet shit, maar sip. Een sipje. Denk ik dat ze dat bedoelen. Dit is een mooie beetje bruin-rozige kleur. Maar heel even een beetje. Oh, dat kriebelt. De liplijn gelijk maken. Wat niet is gelukt. Zo. Dan laat ik het even opdrogen. Doen we ondertussen even de mascara. Die heb ik ook niet van W7, meer omdat ik gewoon best nog wel wat mascara's heb. En ja. Deze is net opengemaakt. Deze is van Catrice. Dit is de Pure Volume in Burgundy Brown. Ik ga met Dennis zo even lekker winkelen. En dan gaan we vanavond naar de bioscoop. Wessel is weg, want die heeft later dienst. Niet dat we anders niet naar de bioscoop kunnen. We zijn donderdag even met z'n drieën geweest naar de film van Garfield. En vorige week zijn we naar Invasie geweest met z'n drieën. En het gebeurt niet zo vaak, want meestal gaan de mannen samen. Oké. Plakt. Maar goed, we gaan de glosser opdoen. Dan plakt hij niet meer. Dan voelt hij als een lipgloss. Ik vind het wel een hele mooie kleur.
Zo. Dan had ik mooie oorbellen. W7. Ik vind het een prima merk. Ik schat het net zo in als Essence ongeveer. Ja, dit ziet er wel een beetje raar uit, hè? Dus ik heb nog een aantal dingen die ik te proberen heb van W7, zoals het masker en de cleansing balm. Die gele dagcreme, zeg maar. Maar zo op het eerste gezicht vind ik de meeste, vooral make-up producten, wel echt oké. De poeder wist ik al dat ik die heel fijn vond. Die Slow Snow Flawless Putty Primer is echt flawless, zeg maar. De nagellakjes vind ik heel mooi. De fixing spray vind ik fijn. De lipstift. Ik weet niet hoe lang het houdt, maar zelfs de Huda en zo houden bij mij niet. Dus dat maakt op mij op zich niet zoveel uit. Ik vind de kleur mooi. Je moet echt de gloss gebruiken, want anders dan plakt die. Maar dat doen de meesten. De Lumina is heel mooi. De Cheeky Dips, blush en bronzer zijn heel mooi. De Blush Rebel, pas op, want die is echt te gepigmenteerd, vind ik. Het lipmasker vond ik fijn. En de Watermelon dagcreme, glowcreme, vond ik heel fijn. Van de rest kom ik er dan natuurlijk op terug wat ik daarvan vond. Want ja, ik kan niet nu een masker gaan uitproberen. Daarvoor heb ik nu te veel moeite gedaan. Ik zie er wel heel mooi geblurred uit, vind ik. Een klein beetje poeder in mijn. Dus ja, dit was hem. Doe een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Heb jij W7 gebruikt? Waar ik vooral benieuwd naar ben. Heb jij basisproducten van W7 gebruikt? Foundation, concealers, dat soort dingen. Laat het me weten, want daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En dan kan ik jullie alleen maar bedanken. Prettige dag wensen. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei doei!